Hoeveel is onze poep eigenlijk waard? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, ik had Willem-Alexander op bezoek. En hoog bezoek, dat krijg ik vaak bij het Nederlands Instituut voor Ecologie. En toen hoopte ik maar dat hij een grote koninklijke boodschap zou achterlaten. Ik heb het hem niet durven vragen, want ik vraag dat wel eigenlijk aan iedereen die bij ons op bezoek komt. Van laat u even wat achter. Nou, dat vindt u misschien heel erg raar. Maar dat vind ik helemaal niet raar. Want in feite is er een mogelijkheid dat dit is natuurlijk helemaal geen afval. Dit is natuurlijk eigenlijk voedsel. En toen wij een nieuw gebouw nodig hadden voor het Nederlands Instituut voor Ecologie, toen dacht ik ook van, weet je, die ecologische principes, wij bestuderen hoe die natuur functioneert, dat moeten we natuurlijk ook in de bouw van een nieuw gebouw moeten we dat tot uitdrukking brengen. En daar had ik echt een droom van. Dan moet ik proberen kringlopen te sluiten, energie van de zon te gebruiken, biodiversiteit te creëren, precies eigenlijk zoals de natuur dat doet. En dat was ontzettend leuk om te doen. Het was een groot project. Maar ja, we hebben daar een gebouw neergezet waar ik nu super trots op ben. En dat gebouw, u ziet het hier een beetje en u kent het misschien ook wel. We hebben materialen gekozen die goed zijn voor mens en milieu. Het gebouw kan je weer uit elkaar halen eigenlijk. We proberen de water- en de nutriëntenkringloop, zoals dat heet, te sluiten. We gebruiken zonne-energie op allerlei manieren. Ik zou hier al een heleboel colleges over kunnen geven. Maar ik wil u met dit college, of jullie, want het is natuurlijk geen u. Ik wil je graag meenemen naar deze mooie opstelling. En dat is eigenlijk een kleine opstelling van hoe wij het in het groot hebben bij het NIO. Heel erg mooi, want we beginnen bij ons dan ook bij onze toiletten. Wij hebben vacuumtoiletten en die spoelen wij natuurlijk niet met drinkwater, maar wij spoelen die met grondwater. Met een heel klein beetje grondwater, want dat is een vacuumtoilet. Dus dan bespaar je al ongelooflijk veel water. En daarom is het ook een gouden wc, want wij willen eigenlijk zeggen van dit is natuurlijk geen afval, onze poep is een grondstof. Maar ja, toen wij dat gebouw wilden maken, toen wilden we dus eigenlijk geen riool. Wij wilden niet dat dat mooie spul zomaar in dat riool weg zou gaan. Dus wij zeiden, we willen geen riool. Maar ja, in Nederland moet je aan het riool, want alles ligt vlakbij een riool en daar moet je aan. Dus we kregen geen toestemming om geen riool te hebben. En daar ben ik nu wel blij om, want we kunnen het nu eigenlijk een beetje opbouwen. Nou, dan beginnen we dus met dat toilet. En dan onder ons gebouw gaat eigenlijk die massa van uw poep en plas gaat dan naar een enorme tank die in het gebouw staat. En dat is een vergister. Dit is al warm. Dit is eigenlijk een groot vat met een massa van bacteriën die deze materialen een beetje omzetten. En daar kunnen we dan ook prachtig biogas van maken. Maar ja, we hadden natuurlijk wel een beetje een punt van, ja, we weten wel hoeveel mensen per dag poepen, zo'n half pond. Maar we weten één ding niet en dat is, doen ze dat nou thuis of doen ze dat nou op kantoor? En hoe groot moet dat ding dan zijn? Dus hebben wij een soort survey gehouden onder het personeel. Want ja, er lopen daar toch een paar honderd mensen rond. En die moesten dus in gaan zitten vullen op het toilet wat ze daar dan deden. Een plasje, een poepje, een plasje en een poepje. Of een extra doortrekking. En dat was een fantastische statistieken natuurlijk, zult u begrijpen. Een paar van die dingen. Bijvoorbeeld, maandag was duidelijk een dag dat er veel gepoept werd. Dat komt denk ik door het weekend, omdat je dan wat later bent en dan neem je het waarschijnlijk maandag mee naar kantoor of zo. Maar daar hadden we allerlei discussies over. Maar ook bij de dames stond er dan alleen poep. Nou, stond er dus bij, hè, hoe doe je dat? Dit kan helemaal niet. Mannen kunnen dat blijkbaar wel, wij kunnen dat niet. Tenminste, bij mij is het nog nooit gelukt. Nou, dat was dus heel erg mooi. We hadden allerlei statistieken over mannen, over vrouwen enzovoort. Dus daar begonnen we mee. Maar toen wisten we ook hoe groot dit apparaat nou moest zijn. Nou, in dat apparaat hebben we dus energie gemaakt en dan eigenlijk zie je dat er een vloeistof overblijft. En daar zit nou zitten die fantastische afvalstoffen in die we natuurlijk niet weg willen, maar die we terug willen winnen. En een van die afvalstoffen,
Oh, ik zal u even laten zien. Dit is eigenlijk dat zwarte water, black water. Het zwarte water, dat komt dus uit dat toilet. Nou, u ziet het, hè. Dat, zo gaat dat dan de vergister in. En als het daaruit komt, dan zie je al dat daar wat materiaal uitgehaald is, hè. Het is minder donker van kleur. Maar de meeste belangrijke voedingsstoffen, zoals fosfaat en kalium en stikstof, dat zit nog in de vloeistof daarna. En die vloeistof, ja, die geven we dus aan algen. En ik wil even naar dat fosfaat toe. Dat fosfaat is echt een beperkte grondstof. Dat is niet iets wat we zomaar uit de lucht kunnen halen of zo. Fosfaat zit in uw DNA. Het zit in je buik, het zit in je botten. Het zit eigenlijk in elk levend organisme. Maar het komt niet zomaar uit de lucht. Het zit in de bodem. En hoe komt het in die bodem? Omdat eigenlijk gesteente slijt en fosfaat dan in die bodem terechtkomt. Maar wij delven het eigenlijk uit fosfaaterts. Nou, hier ziet u een stuk fosfaaterts. En waarom doen we dat? Omdat we dat bijvoorbeeld gebruiken voor onze kunstmest. We moeten al die mensen voeden en met kunstmest brengen we dat op het land. Maar het probleem is eigenlijk wel dat we nog denken dat we misschien nog maar, nou ja, 100 jaar fosfaat hebben. En dat het dan opraakt. Dus het is een beperkte grondstof, die willen we terug hebben. En dat proberen we met deze algen te doen. Waarbij we dus werken met de natuur eigenlijk. En eigenlijk hebben we hier een soort lokale levende machine gemaakt. Die werkt met bacteriën en die werkt met algen. Dus die algen die leven van die voedingsstoffen, die hebben eigenlijk licht nodig, CO2 nodig. En verder onze grondstoffen, onze poep en onze plas gaat daar doorheen. En u ziet ook hier dat die algen dat heel erg lekker vinden. Het wordt een groene substantie. En na de algen, dat het hier doorheen is gegaan, dat is een proces met zuurstof, dan komt het in een soort algen, bezinkingsvat waar we de algen kunnen oogsten. Nou ja, gedroogde algen, u kent het eigenlijk wel, want het zit overal eigenlijk in. Algen zijn een fantastisch product. U kent misschien van die chocoladesnoepjes waar er dan ook nog een lettertje op staat. En de blauwe daarvan, daar zit algen in. Dat wist u misschien niet. Maar je zou ook kunnen denken aan bijvoorbeeld de nori. Hè, de nori van uw sushi, het zijn tenslotte ook algen. Of wat dacht u van deze, dat hele kleine dingetje in die olijf, dat is geen paprika of zo. Dat is van algen gemaakt. En we hebben natuurlijk ook vissenvoer en hondenvoer kun je ervan maken. Je kan er ook nog bioplastic van maken, trouwens. Dus algen is een heel waardevol product. Goed, die algen voor ons zijn belangrijk omdat die voedingsstoffen weer teruggehaald kunnen worden. En die zou je dus gewoon weer kunnen terugbrengen op het land. Want daar is het fosfaat begonnen. Daar heeft de plant het opgenomen. Daar is het voor ons voedsel geworden. We zijn eigenlijk alleen maar een doorgeefluik. En daarna moet het eigenlijk weer in het land. En hebben we de cirkel gesloten. Ja, maar dan is dat water toch nog niet helemaal schoon. Dan hebben we nog een stap nodig. En dat doen we. Achter ons gebouw staat een, wat we dan een helofietenfilter noemen. Dat is eigenlijk een grote, diepe bak met aardlagen van verschillende korrelgrootte. En daar wordt dat water op gedruppeld. En het filtert in feite door die aardlagen heen. En dit is nou typisch wat je een ecosysteemdienst noemt. Een dienst die de natuur voor ons doet. Hè? Want aan het einde is dat water dan gewoon weer helemaal schoon. Nou, dat schone water, dat zou je in feite gewoon weer kunnen lozen. En we hebben een mooie vijver voor het gebouw. Daar zou het water in geloosd kunnen worden. En dan hebben we hier in de vijver het water wat weer doorsijpelt in de grond. En uiteindelijk weer grondwater is. En met dat grondwater kunnen we dus weer onze toiletten spoelen. En de cirkel is gesloten. Waarom zouden we dat nou eigenlijk allemaal willen? Nou, ik zei u al, die fosfaaterts, dat is een beperkte grondstof, zou je kunnen zeggen. De terugwinning van onze eigen fosfaat uit onze eigen poep zou ongeveer 30%
van wereldwijde fosfaatgebruik kunnen betekenen. Dus met onze eigen uitwerpselen kunnen we 30% ongeveer terugwinnen. Dus dat is een fantastische, misschien uitstel van executie zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant is het ook een stuk voor ons om onderzoek aan te doen. Want u zegt natuurlijk, ja, het gaat natuurlijk niet alleen maar om die grondstoffen. Wat zit er nog meer hier in onze poep en onze plas? Nou, dat weten we. Dat is bijvoorbeeld een heleboel medicijnen. En ik weet niet of u weet dat dat een groot probleem is. Maar deze medicijnresten van wat wij slikken, en dat wordt steeds meer met onze vergrijzende populatie, die komen uiteindelijk in dat oppervlaktewater. En dat oppervlaktewater, daar leven allerlei organismen. En het onderzoek heeft al laten zien dat bijvoorbeeld vissen door eigenlijk de pil, hè, de resten van de pil, de oestrogenen uit de pil, dat die van seks kunnen veranderen. En hele communicatiesystemen in dat zoetewater-ecosysteem worden gewoon verstoord door medicijnresten. Dus wij willen eigenlijk weten, wat doet dit hele systeem met zoiets als medicijnresten? En daar doen we onderzoek naar. Daar doen we onderzoek naar in het laboratorium. En eigenlijk ook in die grote opstelling. En we hebben al gezien dat een aantal medicijnen, nou ja, de paracetamol, die wordt gewoon goed afgebroken door deze algen. En het is echt een heel groot probleem in de waterzuivering, want men weet eigenlijk niet goed hoe ze dit probleem zouden moeten oplossen. Daarnaast zit er nog iets in uw poep, en dat zijn ziektemakers. Denk aan E. coli-bacteriën of andere ziektemakers. En dus, daarom is het ook een groot probleem dat in vroegere tijden eigenlijk de uitwerpselen natuurlijk als een meststof op het land werden gegooid. Maar daar zat ook een hygiëneprobleem. En in rampgebieden zien we dat eigenlijk ook gebeuren. Dat daar dan cholera-uitbraken zijn. Omdat daar natuurlijk een soort van, geen rioleringssysteem. En ook niet op zo'n manier mee omgegaan kan worden. Wij doen dus ook onderzoek. Wat doet dit hele systeem waarbij je hier een zuurstofloze vergisting hebt, dus een anaerobe vergisting. Daarna een zuurstofrijke omgeving met de algen. Daarna nog een halofytenfilter. We kunnen voor en na al die systemen meten. Wat zit er dan nog in? Kunnen we kijken, wat gebeurt er nou met deze ziektekiemen? En we doen dat allemaal in goede samenwerking met Wageningen Universiteit en andere partners. En de hele waterketen, die natuurlijk erg geïnteresseerd zijn in dit systeem, wat we wel decentrale sanitatie noemen. Wat kan ik u nog meer vertellen? In ieder geval, hoe gaan we dit dan in de toekomst toepassen? Er is nu al een hele woonwijk in Sneek die in feite dit deel al toepast. Dat wil zeggen dat er energie gemaakt wordt van de eigen uitwerpselen van een woonwijk, en dat zit gewoon op de stadsverwarming. Prima, maar wij wilden verder gaan, want wij zeiden, dan hebben we nog het systeem niet gesloten. Wij wilden verder gaan om die grondstoffen eruit te halen. Dus dat is ook wat het nieuwe hier is. En we kunnen dus ook zeggen dat we, als we dit systeem helemaal op orde hebben, dat we een heel duidelijke win-win situatie hebben. Want aan de ene kant hebben we de waterzuivering, wat natuurlijk heel waardevol is. En aan de andere kant hebben we een waardevol product, namelijk het algenproduct. En dat is iets wat we heel graag als een totaalpakket, als een techniekontwikkeling zouden willen exporteren. Exporteren omdat we denken dat er heel veel gebieden zijn waar dit zeer waardevol zou zijn. En waar je misschien niet een heel uitgebreid rioolsysteem hebt liggen die daar, een waterzuivering aan het eind heeft. En dan is er nog een reden waarom ik denk dat het een hele belangrijke techniek is. Ik zei u al, de medicijnen, de voedingsstoffen. Wat we nu doen, is we gooien het eigenlijk in een riool, waarbij er uiteindelijk al het hemelwater, al het rioolwater, er steeds grotere verdunning plaatsvindt. En dan helemaal aan het einde proberen we daar belangrijke stoffen weer uit te halen. Nou, dat is energetisch en technisch is dat gewoon een dom idee. Dat moet je bij de bron doen. En daarom denk ik dat deze innovatie gewoon een hele fantastische innovatie is.
Ik hoop dat als u de volgende keer naar het toilet gaat, dat u 2 keer nadenkt voordat u doorspoelt. En als u dan doorspoelt, doe dat dan met een vacuümtoilet. Dat scheelt weer 8 liter water ongeveer per keer. En, want dan denkt u ook misschien wel een keer aan het water. Want water is eigenlijk net zo'n beperkte grondstof als dat fosfaat waar ik het net over had. En over dat water ga ik u in het volgende college veel meer vertellen. Thank you.